Welkom bij de Customer Engagement Podcast. Mijn naam is Alexander en samen met onze partner Frank Watching brengen we jou de mooiste gesprekken met de meest vooruitstrevende klantcontactprofessionals van Nederland. Ontdek hun geheimen en leer hoe je elke dag de optimale combinatie maakt tussen data, processen, mensen, maar natuurlijk ook technologie. Welkom Matthijs, yes. Matthijs Hilderen van Univ. Wij hebben vandaag een leuke podcast waar we het gaan hebben over hoe Univ omgaat met klantcontact. Klopt. En hoe daar de balans ligt tussen eigenlijk customer experience, maar ook natuurlijk marketing voor onze marketeers die hierna gaan luisteren. Mm-hmm. Wil je jezelf even voorstellen? Yes, Matthijs Hilderen dus, ik ben 29. Ik woon in Rode, in het noorden van Drenthe, voor de mensen die dat niet kennen. En ik werk nu zo'n 5 jaar bij de Customer Experience afdeling van Univ. En daar houden we ons bezig met alles wat met klantbeleving te maken heeft eigenlijk. Dus ons doel is eigenlijk altijd om het voor klanten zo makkelijk, snel en duidelijk mogelijk te maken. Ah, dat is eigenlijk volgens mij al een heel mooi initiatief natuurlijk. Ja. Dat is ook waar klanten op wachten. Als je terugkijkt naar hoe klantbeleving zeg maar waargemaakt werd in 2016, 2017 en hoe klantbeleving nu wordt waargemaakt binnen Univ. Wat is er dan gebeurd? Ik denk wel dat het steeds veel eisender wordt als je kijkt naar wat een klant allemaal wil. En dat als je wil voldoen aan de klantbeleving zoals die gewenst is en je wil daar nog een stapje bij opdoen, dat je dus wel steeds beter en beter zult moeten worden. En dat doen wij vooral door heel erg te luisteren naar onze klanten en daar weer van te leren. En op die manier proberen we eigenlijk te kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we altijd een stapje extra kunnen doen voor die klant en altijd kunnen voldoen aan datgene wat de klant wenst. Ja. En ik denk dat je daarin wel een verschil merkt tussen de eisen, is misschien een groot woord, maar dat wat een klant normaal vindt, om het zo maar te zeggen. Ja, ja en zeker ook als je kijkt natuurlijk in de wereld van service, ja, dan verandert er veel. Er komen nieuwe kanalen bij, maar we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld in de e-commerce markt, toch vaak wordt die genoemd, zeg maar een Coolblue, zeg maar, met een smile. Zijn dat dan ook nog zaken waar jullie naar kijken? Zeg maar, je zegt van ja, wij willen meer zijn zoals bijvoorbeeld een Coolblue. Nee, die ambitie hebben we niet. Wat we wel merken is dat we worden natuurlijk niet alleen vergeleken met andere verzekeraars. Dus als jij in eerste instantie 's middags een televisie koopt bij Coolblue, mm-hmm, en je belt 's avonds nog even voor je verzekeringspakket naar ons, mm-hmm, dan vergelijkt een klant dat natuurlijk ook. Dus in dat opzicht kunnen we wel zaken leren van bedrijven zoals Coolblue en hoe die met klanten omgaan. Mm-hmm. Maar het is niet per se van dat we een beetje dat hippe, een hele vlotte wat Coolblue heeft, dat we dat per se ook willen hebben. Ja. Want als je kijkt zeg maar, naar dan de serviceverlening en kanalen. Hè, kanalen, dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Facebook, maar ook telefonie en e-mail. Hoe ziet jullie strategie op dat vlak eruit? En welke rol wil jullie daar spelen? En mag de klant kiezen of sturen jullie de klant? Ja, wij sturen nooit. Wij verleiden wel. Dus je zit altijd een beetje in het spel van wij weten bijvoorbeeld als Univ zijnde wel dat sommige vragen niet geschikt zijn voor een bepaald kanaal. Okay. Dus stel dat jij een hele uitgebreide adviesvraag hebt, mm-hmm, dan is het gewoon handig om te bellen. Alleen als jij als klant zegt van ik wil liever niet bellen, ik wil chatten of ik begin sowieso met chat, ja, dan is dat een keuze van de klant. Dan zeggen wij niet op voorhand al, Alexander, dat mag niet. Mm-hmm. We zullen wel mogelijk tegen een klant gaan zeggen gedurende het gesprek van beste klant, we merken nu dat dit een heel uitgebreid gesprek gaat worden. Ik ga hele lange berichten typen. Mag ik u misschien even bellen? Dat is makkelijker, want hier en hier en hierom. Okay. En dat is eigenlijk de manier waarop we daarmee omgaan. Dus we zullen nooit op voorhand zeggen van mailen hiervoor of bellen daarvoor mag niet, maar we zullen de klant daar wel in proberen mee te nemen. Dus jullie hebben ook niet zeg maar op je website dat bepaalde kanalen zeg maar verstopt staan of alleen maar in mijn Univ zitten en dat andere prominent op de website staan en dat hetgeen is waar een klant eigenlijk als eerste naartoe geleid wordt. Klopt. Op de website kun je gewoon alle contactkanalen vinden. Mm-hmm. Het is wel zo dat we zeggen van, stel dat we een bepaalde mail versturen waarvan we al weten van, dit zijn vragen die geschikt zijn voor telefonie. Dat we bijvoorbeeld afsluiten met, u kunt ons bereiken op de manier zoals u het liefst wil. U kunt ons bijvoorbeeld bellen op
plus het telefoonnummer. De overige contactkanalen staan op univ.nl/klantservice. En dan geef je toch een beetje een stukje verleiding mee van, nou, waarschijnlijk gaat die klant bellen, maar de keuze blijft altijd aan de klant. En zie je dat dan bijvoorbeeld ook terug in onderzoek wat jullie doen? Hè? Als je kijkt naar de NPS van klanten of de klanttevredenheid. En je vergelijkt dat bijvoorbeeld met andere verzekeraars. Is dat iets waar jullie naar kijken om te zien van, hey, pakken wij het slim aan? We vergelijken het niet zozeer met andere verzekeraars. Mm-hmm. Het is wel zo dat we kijken naar de tevredenheid tussen de verschillende kanalen. Dus is er nou een bepaald kanaal wat veel beter scoort dan een ander kanaal? Wat daarin wel opvalt is dat telefonie vaak nog steeds wel het kanaal is waar de klant de meeste waardering op geeft. Oh echt? Ja. En dat is natuurlijk de logische vraag. En welke geeft dan de laagste waardering? Dat is een goeie. Dat verschilt een beetje. Ik moet zeggen dat ik dat ook niet zo paraat heb. Het zit redelijk dicht bij elkaar, moet ik zeggen, qua contactkanalen. Mm-hmm. Als je het hebt over chat, WhatsApp, mail. Mm-hmm. Eigenlijk is de enige opvallende eraan is dat telefonie er altijd wel wat boven zit. Okay. En ik kan me dus ook voorstellen dat klanten ook bellen juist omdat ze iets echt opgelost willen hebben en dat het meer complex is. En dan hangt het natuurlijk weer af van de kennis en de service van de persoon. Ja. Dus het blijft nog steeds mensenwerk. Zeker, zeker. En je merkt ook wel dat, kijk, als je een tv gaat aanschaffen, dat vinden heel veel klanten vinden dat leuk om te doen. Mm-hmm. En die hebben daar ook wel verstand van vaak. Van, nou, ik wil zo'n type tv. En verzekeringen, zijn niet mijn woorden, maar we horen wel vaker van klanten van, ja, dat is een beetje noodzakelijk kwaad, mm-hmm, om het zomaar te zeggen. Een beetje, nou ja, daar weet ik niet alles van. Dus ik heb wel echt iemand nodig die me goed adviseert. En wanneer je dan belt naar ons en je wordt daar van A tot Z mee geholpen, dan is dat voor een klant gewoon heel fijn. En dan wordt dat ook zo gewaardeerd. Je geeft aan, zeg maar, dat in principe, zeg maar, je de klant altijd wil helpen, er altijd bent voor de klant. Maar ja, waar we het al over hadden, het kan ook betekenen dat het tot meer volume leidt, tot meer vragen. In dat kader doen jullie dan ook nog aan differentiatie in serviceniveau naar klanten. Dus dat je zegt, nou, we hebben een klant die heeft een hele uitgebreide polis. Die besteedt bij wijze van spreken 1.000 euro per maand aan verzekeringen bij ons. Dat die een andere service, een ander krijgt dan een klant die 3 tientjes per maand met een autoverzekering heeft. Daar kijken we niet zozeer naar hoeveel verzekeringen een klant bij ons heeft. Mm-hmm. We kijken er wel naar bijvoorbeeld, wat is er in het verleden allemaal al gebeurd met deze klant? Om je een voorbeeld te geven, stel dat wij in onze betaalgeschiedenis zien dat een klant altijd de eerste incasso niet betaalt, maar 3 dagen later wel. Dan zeggen we van, oké, dat weten we blijkbaar. We kunnen een keer vragen van, moeten we de incassodatum ergens anders plaatsen, maar we weten wel van, deze klant betaalt wel. Mm-hmm. Als er een klant is die al 9 jaar lang betaalt en opeens niet meer, dan kun je wel eens gaan afvragen, wat is er aan de hand? Moeten we die klant eens gaan bellen? Mm-hmm. Dus we kijken veel meer naar dat soort dingetjes dan dat we echt kijken naar hoe groot is een pakket en hoeveel premie betaalt een klant. Dus iedereen kan bellen, iedereen kan WhatsApp gebruiken. Het is niet zo dat je zegt, nou, een klant met 9 verzekeringen, die hebben we het liefst op de telefoon. En een klant met 1 verzekering, nou, die leiden we het liefst naar WhatsApp. Nee, dat is niet zo. En daaraanvullend, is er dan nog qua snelheid van beantwoorden van vragen? Is het zo dat ik bijvoorbeeld op e-mail langer op een antwoord moet wachten dan bijvoorbeeld via WhatsApp of Facebook Messenger? Ja, dat is wel zo. Daar hebben we wel andere service levels voor. Daarbij kijken we altijd wel van, wat verwacht een klant van ons? Dus meestal horen we ook wel, en dat halen we ook al uit klantenonderzoeken, dat als een klant een mailtje stuurt, dan verwacht hij ook niet per se binnen een uur antwoord. Mm-hmm. En dat is voor een WhatsAppende klant heel anders. Ja. Die verwacht dat namelijk wel. Dus op basis van die klantverwachting probeer je eigenlijk een beetje in te schatten van, nou, wat is een redelijke tijd? En op die manier probeer je het zo in te richten dat we daar ook aan kunnen voldoen. En manage je dan ook die klantverwachting? Oftewel, zie ik ook bijvoorbeeld op jullie website of op het kanaal dat het gemiddeld, nou, een kwartier duurt bij WhatsApp voordat ik een antwoord krijg en gemiddeld 4 uur als ik een mailtje stuur. Wordt dat gecommuniceerd? Dat wordt gedeeltelijk gecommuniceerd. Ik weet dat als je een mailtje stuurt, krijg je wel een bevestiging waarin wij aangeven binnen hoeveel dagen, mm-hmm, bijvoorbeeld een klant een reactie kan verwachten. Ik weet ook dat in WhatsApp staat het volgens mij in onze beschrijving. Het is wel de vraag natuurlijk, hoe vaak kijkt een klant in de beschrijving van een WhatsApp-organisatie. Maar goed,
ja, wij doen dat gedeeltelijk. Het is niet zo dat je op onze website kunt zien, bijvoorbeeld van, nou, u kunt op dit moment het beste chatten, want daar is het rustigst. Dat doen we niet. En is dat iets waar je misschien nog wel overweegt om te gaan doen? Of zeg je, nou, onze service niveaus zijn zo hoog, dat is gewoon niet nodig? Persoonlijk zou ik het wel mooi vinden. Mm-hmm. Aan de andere kant zien wij wel heel erg dat snelheid niet altijd heel bepalend is voor de klantwaardering. Dus wij merken heel erg op bijvoorbeeld ook op drukke momenten. Als je bijvoorbeeld 31 december hebt, mm-hmm, dan belt iedereen voor zijn zorgverzekering. Nou ja, dan is het gewoon soms niet anders dat je rustig even kunt stofzuigen terwijl je in de wacht zit. Uh-huh. En dan iemand spreekt. Maar als jij dan volgens iemand spreekt die jou fantastisch helpt en dat alles geregeld is, dan heeft die klant dat er best voor over. Ja, ja, dus het hangt ook nog wel af van het onderwerp en de timing, zeg maar. Ja, okay, zeker. Ja, en op dat moment kan je het ook niet waarmaken. Nee, dat is gewoon niet te doen. Nee, en dat snappen mensen. Ja, ja, gelukkig wel. En als je kijkt naar, zeg maar, de nieuwe ontwikkelingen. Nou, we hadden het natuurlijk al over kanalen. Maar we zien ook ontwikkelingen met bijvoorbeeld chatbots. Mm-hmm. Wat is jullie visie en strategie op dat vlak? En nou, hoe verhoudt zich dat dan, zeg maar, tot persoonlijk contact? Wij zijn wel bezig met chatbots. Mm-hmm. Wij hebben wel gezegd van, we hoeven niet per se het bedrijf te zijn wat al het meest gevorderd is met chatbots. Mm-hmm. Wij kijken wel heel erg van, heeft de chatbot echt een toegevoegde waarde? En kan die minimaal hetzelfde brengen als een persoon? Dus soms zijn we daar wel wat voorzichtiger in, ook om te zeggen van, nou ja, we zouden hier een chatbot op kunnen zetten, alleen we weten niet zeker of die dan volledig is en of die ook daadwerkelijk altijd het goede antwoord geeft. Mm-hmm. Omdat in de verzekeringswereld zie je eigenlijk van, ja, er zijn heel veel verschillende smaken. Dus een vraag kan heel veel verschillende kanten opgaan. En als de chatbot altijd hetzelfde antwoord geeft, ja, dan wordt het soms wat lastiger. Of denk je van, dit had een mens toch net iets beter kunnen doen. Dus wat je bij ons ziet is dat het nu vooral de chatbot wordt ingezet als een soort werkverdeler, werkvoorbereider of als het uitvragen van gegevens, dat soort dingetjes. Dus eigenlijk met als doel de klant nog sneller te helpen, ja, maar het is niet per definitie het doel om de klant volledig af te handelen via de chatbot. Als het kan is het mooi, maar het kan ook zijn als inderdaad wat je zegt als een werkvoorbereider. Ja. Wij zien nog wel eens dat zeg maar binnen organisaties er discussie is over de inzet van een chatbot en de inzet van automatisering. En dat bijvoorbeeld een directie zegt, nou, dat willen wij absoluut niet. Of juist, we willen dat heel graag. En misschien wel dingen verwacht die helemaal niet realiseerbaar zijn. Mm-hmm. Hoe gaat zo'n gesprek binnen Univé? Hè? Hoe overtuigen jullie directie of hoe rem je directie af? Goeie vraag. Ik denk dat dat bij chatbot is dat allemaal vrij soepel gegaan wel. Op zich hebben we daar best wel wat vrijheid in om eens te kijken van, nou, ga eerst maar eens onderzoeken van wat is er mogelijk. En ik weet dat wij destijds ook eens hebben gekeken naar van wat voor vragen krijgen we nou op bepaalde kanalen binnen. En in dit geval hebben we het dan over WhatsApp en chat. Mm-hmm. En daar hebben we een rapport van gemaakt van, ja, welke type vraag zou nou geschikt kunnen zijn voor een chatbot. En wanneer je met zo'n rapportje aankomt en het is allemaal cijfermatig ook onderbouwd, dan is overtuigen vaak ook verder niet meer noodzakelijk, om het zo maar te zeggen. Ja, dus eigenlijk zeg je, we hebben data gebruikt en, om aan te tonen dat een chatbot kan werken voor Univé voor bepaalde onderwerpen. Klopt. Oké, okay, interessant. Je had het net over telefonie. Nou weten we ook dat telefonie, zeg maar, toch, je zegt ook, het levert een hoge servicegraad op. Maar we weten ook dat het best wel een duur kanaal is, mm-hmm, hè, vergeleken met sommige andere kanalen. Betekent dat dan dat jullie ook bezig zijn met concepten als bijvoorbeeld call deflectie? En call deflectie houdt in, zeg maar, iemand die belt de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld het gesprek voor te zetten via WhatsApp en te zeggen, hey, we hebben je mobiele nummer, kunnen we je via WhatsApp verder helpen? Misschien wel met een chatbot erbij. Zijn dat concepten waar jullie al mee bezig zijn over nadenken? Dat doen we in een iets mindere mate. Als een klant belt, dan handelen de vraag eigenlijk altijd wel telefonisch ook af. Het kan wel zo zijn dat als jij bijvoorbeeld belt om een wijziging door te geven bij ons, dat we die wijziging netjes voor je doorvoeren. Maar dat we de klant wel meegeven van, nou, beste klant, let op, als je weer in de toekomst zoiets hebt, weet dat je ook kunt inloggen op mijn Univé. En dan kun je het heel eenvoudig zelf doen op het moment dat je het zelf het beste uitkomt. Okay. Dus dat doen we wel. Ja, dus je zegt eigenlijk als een klant in een kanaal zit, bijvoorbeeld telefonie, dan houden we hem daar in de basis. Maar we proberen wel hem te verleiden om de volgende keer voor dat onderwerp het zelf te regelen. Je gaf wel aan dat als je bijvoorbeeld in WhatsApp zit en het is een complex gesprek, dat je dan wel
aan kan geven van zullen we het gesprek in telefonie voortzetten. Ja. Dus eigenlijk de andere kant op, doe je het wel op basis van de inhoud. Dat klopt, ja. Ik weet niet of daar een woord voor is, maar het is in ieder geval wel, je kan dus wel wisselen tussen kanalen als het mogelijk is. Ja, dat kan zeker. Maar daarbij is het wel zo dat we dan zelf het initiatief nemen. Dus degene die achter de knoppen zit, mm-hmm, qua WhatsApp, die geeft wel aan van, mag ik u even bellen? Ja. Dus die houdt die klant op die manier bij de hand. We zeggen niet tegen de klant van, nou, doe maar even een ander kanaal en succes ermee. Ja, dat is ook op zich ook nog wel een interessant iets en een vraag, zeg maar. Want dat betekent dus ook dat medewerkers die bij jullie bijvoorbeeld WhatsApp doen of live chat, dat die ook telefonisch contact hebben met een klant. Ja, klopt. Dus je hebt dat niet gescheiden in verschillende teams? Nee, in principe is het zo dat iedereen doet telefonie, mm-hmm, op het klantcontactcentrum. En daarnaast kan iemand bijvoorbeeld WhatsApp doen en een ander iemand doet chat. De mix met telefonie is er altijd. Oké, dus telefonie blijft zeg maar het A-kanaal op dit moment. Ja, dat zien we ook al in gebruik. Ja, nou, dat is wel interessant, want ik las gisteren nog een onderzoek van de Klantenservice Federatie. En daar kwam ook naar voren dat telefonie nog steeds het meest gebruikte kanaal is binnen contactcenters. Dus op zich wel een interessant onderzoek. Je ziet wel dat andere kanalen wel aan het stijgen zijn. En dat e-mail is ook nog steeds een heel belangrijk kanaal. Maar we zien toch een ontwikkeling dat steeds wat minder wordt. Zijn jullie fan van e-mail? Fan is een groot woord. Maar kijk, ik hoor wel om me heen van nou, mail wordt bij ons uitgezet. Organisaties die zeggen van nou, dat doen we niet meer. Die stap hebben wij nog niet gemaakt. Omdat we zeggen eigenlijk van nou, een klant mag ook nog steeds altijd mailen als, mm-hmm, hij dat graag wil. Ik vind het ook altijd wel mooi om te zien dat dan heel erg wat gezegd van ja, we zetten mail uit, want dat is goed voor de klant. Mm-hmm. Dat ik denk van nou ja, volgens mij zit hier ook wel een bepaald organisatiedoelstelling achter. Ik weet ook wel dat mail niet het meest efficiënte kanaal is. Dat duurt vaak wat langer. Goed, moet je dan zeggen, als een klant graag een mailtje wil sturen, dat mag niet meer. Ja, dat vind ik nogal wat. Helemaal als je beseft van, als ik kijk van hoeveel mails versturen wij als bedrijf nog naar onze klanten. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, dat mag dan ook niet meer. Nee. En dat is hetzelfde als ik tegen jou zeg, ik mag jou wel bellen, maar jij mij niet. Nee. Dat zou een beetje gek overkomen. Ja, nou, dus ja, daar hebben wij nog niet voor gekozen om dat te doen. Ja. En is dat ook iets dat, hè, zeg maar, die kanalen, keuze en hoe je daarmee omgaat? We hebben het nu over service, maar je hebt ook nog natuurlijk de marketingafdeling. Mm-hmm. Hoe is die verantwoordelijkheid bij jullie, zeg maar, belegd? Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor de kanalen? Ik kan me voorstellen dat jullie verantwoordelijk zijn voor telefonie, maar je hebt ook de social media kanalen als Facebook. E-mail hadden we het over. Mm-hmm. Wie is daar eigenaar van? Het is een gedeeld eigenaarschap. Het is niet iemand die alles bepaalt op een bepaald kanaal. Mm-hmm. Dus dat gaat altijd in afstemming. Dus bijvoorbeeld een marketingafdeling die heeft bepaalde acties of die heeft campagnes lopen. Die kijkt van nou, welke kanalen wil ik hiervoor inzetten. Die komt vervolgens dan weer in de lucht bij ons of de mensen van de klantcontactcentra om te vragen en aan te geven van nou, dit en dit zijn onze plannen. Is dit voor jullie ook oké? En bij kleine dingetjes is dat vaak geen probleem. En bij grote is er wat meer afstemming nodig. Maar daar komen we eigenlijk altijd wel uit. Oké, dus jullie hebben wel gestructureerd overleg tussen marketing en service. En het is niet zo dat, wat je nog wel eens een keer hoort in sommige organisaties, dat marketing campagnes bedenkt en van alles aan het doen is. En dat uiteindelijk bij service de telefoon, de mailbox of de live chat roodgloeiend staat en ze er niet van afwisten. Het kan wel gebeuren, want we hebben best wel veel acties lopen. Mm-hmm. Dus het is ook zo van als er echt wat relatief kleine acties, mm-hmm, zijn. Ja, we gaan niet voor elke actie afstemming zoeken. Mm-hmm. In dat soort gevallen is het dan van belang van weten wie de contactpersoon is. Mocht er wel een vraag over binnenkomen, bij wie kunnen we dan terecht? Ja. Dus dat soort dingen worden op voorhand niet afgestemd. En dan is het wel eens van, hey, waar komt dit vandaan? En bij wie moet ik nu zijn? Maar dan lost het op die manier wel op. En bij grote acties, ja, dan is er wel afstemming. Okay. En dat is ook gewoon zeg maar vastgelegd. Daar hebben jullie ook, nou, laten we zeggen, een draaiboek voor of een vast overleg voor. Of dat zo is vastgelegd, durf ik niet eens te zeggen. Okay. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon de dagelijkse gang van zaken en hoe het gaat. Ja. En dat zou je ook aanbevelen aan andere organisaties? Als ze het zo ingericht hebben als bij ons, dan zou dat prima kunnen, ja.
Nou ja, dat is wel goed om te horen, omdat je toch ziet zeg maar, dat er best nog wel eens een spanningsveld is tussen marketing en de serviceorganisatie. Omdat marketing bepaalde dingen wil, die heeft zijn doelen om te bereiken. Mm-hmm. Ja, voor jullie is het natuurlijk ook van belang om je doelen te bereiken, de juiste service levels. En je kan niet zomaar 10 man extra aan de telefoon zetten of, en zeker niet in de huidige arbeidsmarkt. Nee, dat is waar. En ik zeg, ik wil niet ontkennen dat er bij ons dat die spanning er niet is. Alleen de manier waarop dat verder verloopt, ja, dat komt altijd wel weer op zijn pootjes terecht, ja, om het zo maar te zeggen. Ja, mooi, mooi. En als je kijkt naar de introductie van nieuwe kanalen, hè, denk aan een TikTok. Instagram is niet zo nieuw, maar is wel een kanaal wat steeds meer wordt gebruikt. Doen jullie daar iets mee? Is dat iets wat marketing als eerste oppakt? Of kijken jullie daar ook gewoon naar van, hey, moeten we dat in gaan zetten als een kanaal voor communicatie met onze klanten? TikTok doen wij momenteel nog niks mee. Mm-hmm. Instagram wel. Vind ik wel dat Instagram vind ik wel een iets meer een wat commerciële kanaal. Mm-hmm. Daar wat meer op gezonde. En dat gaat dan vooral over hier heb je wat tips voor als je op vakantie gaat. Kijk, beste klant, er is een leuk evenement bij je in de buurt. Daar zijn we als Univé ook aanwezig. Dat heeft een iets andere lading. En we merken dat daar gewoon een stuk minder inhoudelijke vragen op binnenkomen. Dus dat is wel een beetje het feestje van marketing, om het zo maar te zeggen. En de vragen die dan binnenkomen, die werden wel gewoon afgehandeld. Maar dat ligt wat meer aan die kant. Okay. En als je nu ziet zeg maar, dat daar bijvoorbeeld wel meer vragen op binnen gaan komen, is dat dan iets wat dan zeg maar, ook verplaatst gaat worden naar service? Want wat we zagen natuurlijk 7, 8 jaar geleden was Twitter en Facebook waren ook van marketing, van de marketingafdeling. Mm-hmm. Was openbare communicatie. Marketing wilde daar voornamelijk toch wel het eigenaarschap over hebben. Dat is inmiddels bij heel veel organisaties veranderd, omdat het ook servicekanalen zijn geworden. Mm-hmm. Hoe wordt dat gedeeld eigenaarschap dan op een gegeven moment ingericht? Ja, daar vind ik ook nog wel dat er een verschil zit tussen naar welke social media kanalen je kijkt. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Twitter of LinkedIn, dan vind ik dat daar veel meer een servicegericht aspect aan zit dan een Instagram. Maar kanalen kunnen veranderen. Dat is waar. Facebook was ook veel meer een iets meer commercieel. En dat is uiteindelijk, wat je hebt gezien, is dat binnen organisatie veel meer ook een servicekanaal is geworden. Ja. Maar dan is dat grappige dat Facebook en Twitter bij ons eigenlijk begonnen zijn op de klantenservice. Ja, en niet bij de marketing. Oh, echt? Ja. Dus dat we nu zeiden van, we kunnen via die weg ook klantvragen binnenkrijgen. Laten we daar eens wat mee gaan doen. En laten we marketing daar ook mee aan de slag gaan. Maar ik denk dat dat gewoon een kwestie is van blijven analyseren van hoeveel komt er binnen. Ook blijven overleggen van hoeveel willen we er als Univé mee doen. Mm-hmm. Dus als de marketingafdeling zegt van, luister, willen we veel meer gaan doen met Instagram. Ja, dan zal er aan de achterkant, voor de vragen die op een bepaalde plek binnenkomen, zal er wel wat geregeld moeten worden. Ja. Mijn ervaring tot nu toe in deze 5 jaar is dat eigenlijk altijd wel goed verloopt en dat we er wel uitkomen. Ja. Ook omdat het qua aantallen nu nog niet zo veel extra werk oplevert. Okay. Het is niet zo dat je opeens, wat jij net zei, 10 extra mensen hoeft aan te nemen. Nee. Dus het groeit geleidelijk en kan zo worden ingepast in jullie dienstverlening. Ja. Als we vooruit gaan kijken, hoe ziet de wereld van klantcontact binnen Univé, maar misschien ook wel binnen de branche van verzekeraars, hoe ziet die er over 3 jaar uit? Wat is er veranderd ten opzichte van nu? Nou, wat ik denk is dat het stukje digitalisering en automatisering, dat wel steeds verder gaat. Ik bezoek ook nog wel eens wat congressen en je hoort eigenlijk altijd wel van chatbots, een stukje voice. Dat zijn ook wel onderwerpen waar wij binnen Univé mee bezig zijn. Als je het hebt over klantcontact, dan denk ik dat klantvragen best wel eens wat complexer kunnen gaan worden, omdat de makkelijke vragen wat zullen afnemen, omdat klanten op een duur ook door gaan hebben van, ik heb nu manieren om sneller antwoord te krijgen, dus dan kies ik daarvoor. En ik denk ook wel dat je, maar dat zie je denk ik gewoon in de gehele maatschappij wel, dat klanten wat brutaler worden, wat veel eisender worden. En daar zul je wel mee om moeten gaan op een bepaalde manier. Dus er zit ook wel een stukje training en coaching in. En hoe zorg je er nou voor dat je die klant wel bij de hand neemt en gewoon weer op de goede manier meeneemt en helpt met zijn vragen? Ja.
Je geeft al aan dat jullie ook wel proactief zaken doen. Je zegt het zelf, veel via e-mail. Dus ga je daar nog veranderingen in zien? Zeg maar, hoe je klanten zeg maar, gaat informeren, adviseren, in plaats van zij vragen en jullie beantwoorden. Dat je het ook om gaat draaien. Dat je zegt, klanten, wij adviseren je om dit te gaan verzekeren of dit te veranderen. Misschien wel de prijzen van huizen zijn omhoog gegaan. Dus je moet je opstallenverzekering gaan aanpassen of je inboedel. Zijn dat zaken waar jullie naar kijken? Van hoe kunnen we daarmee misschien ook wel inkomend verkeer voorkomen? Het is niet per se het doel om inkomend verkeer te voorkomen. Het is wel zo dat we aan het kijken zijn van hoe kunnen we bepaalde dingen anders doen. En waar we binnen Univé mee bezig zijn is echt om te kijken van hoe kunnen we nou van een verzekeraar eigenlijk meer naar een dienstverlener gaan. Dat is ook wel een transitie die al is ingezet. Dus naast verzekeringen kun je ook bijvoorbeeld nu diensten bij ons afnemen. Dus als je zegt van ik heb geen tijd of ik vind het lastig om mijn dakgoot schoon te maken. Mm-hmm. Kun je bij ons een abonnement afsluiten daarvoor. Dat is meer dan verzekeren alleen. Mm-hmm. Dat zit dus in je aanbod daarvan, maar ook een stukje klantbediening. Als je het hebt over, stel dat iemand een schade heeft en die is ZZP'er. Dan zijn we nu nog wel eens geneigd om te zeggen van, hier heb je een geldbedrag. Want dit zijn de loonkosten die je misloopt. Je merkt wel dat binnen de organisatie dat men ook wat verder denkt van, maar misschien heeft die klant ook nog wel andere ongemakken. Kan hij zijn kind niet naar school brengen? Vindt hij het lastig om de huishouding te doen, want hij zit met zijn benen in de gips? Kunnen we die klant daar ook mee helpen? Dus dat is wel eigenlijk op alle afdelingen begin je wel te merken van, er zijn eigenlijk meer manieren om een klant goed te helpen dan verzekeren en een schadebedrag uitkeren alleen. Ja, dus het gaat niet alleen meer om inderdaad zeg maar de verzekering en het recht wat je hebt op een uitkering, maar het gaat echt over van welke rol kunnen wij als verzekeraar, maar eigenlijk dus als dienstverlener daarin spelen. Ja. Is dat ook wat de markt vraagt? Of de markt het altijd vraagt, weet ik niet precies. Mm-hmm. Het is wel zo dat we merken dat klanten er wel heel blij van worden. En dat ze het ook nog wel eens verrast. Denken, wat fijn Univé dat je ook nog even een stap verder met me mee hebt gedacht. Ja. Maar goed, mijn ervaring is wel dat hoe langer je dat doet, hoe meer normaal mensen het gaan vinden. Dus dan kan het zo zijn dat over 2 jaar de markt er wel om vraagt. Ja. Dus dat is wel een leuke beweging. Maar het is wel mooi om te zien dat je daarmee dan ook gewoon een deel van de markt ontwikkelt. En dat is ook een hele mooie rol als bedrijf om te hebben. Zeker. Ja, Matthijs, dan zijn we toch bij de afronding. En dan heb ik eigenlijk nog 1 vraag aan jou. En dat is, welke vraag wil jij stellen aan de volgende persoon waarmee wij een podcast gaan doen? Dat is op zich al een goede vraag. Dan zou ik zeggen, wat vind je een vervelende klant en hoe ga je daarmee om? Ik ben wel benieuwd hoe organisaties daar of ze daar iets voor hebben. Ja, maar bedrijven hebben toch helemaal geen vervelende klant? Nou ja, dat zou een antwoord kunnen zijn. Nee, ik ben benieuwd wat de volgende daarover gaat zeggen. Ja, ik ook. Hele leuke vraag. Ik heb echt een heel goed beeld gekregen waar jullie mee bezig zijn. Hoe jullie je binnen de markt verhouden. Maar ook hoe je met jullie klantcontact omgaat. Mm-hmm. Ik wil je echt bedanken voor je open en eerlijke antwoorden. En ik ben echt benieuwd om te zien hoe de komende paar jaar eruit gaat zien. Wat de nieuwe ontwikkelingen gaan zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem weer voor deze aflevering. Wil je nou meer of nieuwe inzichten? Abonneer je dan op de Customer Engagement Podcast. Via onder andere YouTube, Apple of Spotify. Tot de volgende keer.